Worstfeest. Dat, dat is een naam die veel deuren sluit. Wie zou jij graag zien, Jelle? Ik fout zou zijn dat denk ik in de, juist. de juist, ja. ja. Een van de, de grotere artiesten van vorig jaar, dat hij achteraf gezegd had: het leukste van heel de zomer vond ik, de worstfeest in Vlimmeren. Guinness World Records langs de Mannen, dat kunnen we. We geven een tip elke dag om dan hier in Vlimmeren een diamant te gaan zoeken. Ik zal het even voor de geschiedenis uitklaren. Maar ja, voilà. <laughs> cash at. Yeah, yeah, yeah yeah tell me where to... yeah. tell me where the cash at i've been on the fast track you want my heart but i can never backtrack i just want to smash that hit it then i pass back step you shorty want my heart but i can never backtrack this ain't nothing <laughs> have don't it, don't. This year? Is it this year said the this year all uh... Al begonnen? Ja. <laughs> ik heb het hier weer goed in Het is op dit moment al heel de week worstenfeest geweest. En het, het, op dit moment is het echt heel stinkend druk. Ik kan niet zeggen hoe waar, wat. Ik kan eigenlijk... Van, van dit jaar kan ik weinig verklappen, ik, ik denk ook niet dat de bedoeling is dat ik in detail ga vertellen van wie waar wat. Want zolang dat uh, Primeurtjes, de, primeurtjes. En de, een, de, we de zijn wel benieuwd, De ja. vraag is wanneer we dit gaan uitzenden. Ja, uh, Maart. Wanneer komen de selecties open? Voor? Ah, de selecties, de, de inschrijvingen, die, die zijn, zijn al open, open hè? De eerste zijn al open. De op. ja. Ja. ja, er zijn er blijkbaar wel een aantal die hun dingen opgegeven hebben. Maar ik bedoel, we moeten wel wat contracten respecteren van artiesten, wat dat we wanneer bekendmaken. Wij gaan wel volgende week ons eerste, eerste vrijdagavondprogramma bekendmaken. Dus als dit pas in maart, dan kunnen we dat wel eventueel. Mm -hmm. En de rest, de rest gaat volgen. Maar nog... Nog geen tipje van de sluier dat we kunnen meekrijgen? Nee. We gaan hier niet veel... Uh... <laughs> ik dacht dat over het algemeen, niet over specifiek. Ja, ja. Van wie komt er deze ja. jaar? Maar als je hier dan toch zit, ja. kunnen we spolsen. Hè. Ja, ik kan het misschien wel opschrijven. En... Ja. Oh, dat mag maar, wel. Dan heb ik het niet gezegd. <laughs> nee. Ja, of, of gezegd het en we blurren het dan. Ja. Ah ja, zo, zo piep, piepdingen achterin. Ja. Ja. Ik heb gisteren op de vergadering ook nog discretie gevraagd over een aantal namen en dit en dat, dus ik kan het moeilijk een dag nadien hier openen. Mm -hmm. ja, ja. Wie zou jij graag zien, Jelle? Oei, oei. Ja, maar ja, ik, ik fout ze er lang voor, hè. de Just. De used, ja. ja. Maar dat is uh, al wel een paar keer doorgegeven, denk ik. Hè? Dat, dat zal, als dat een vraag is, ja, dan is al een paar keer door doorgegeven. Ik zie hem kijken, Jeroen. Ik zie hem kijken en dan zie ik: Ik zie hem kijken, wat is dat? <laughs> ja, ja. <laughs> wat ja. is dat? Ja. En nu met, ik, ik zat ook te denken aan, aan Joost, maar ik weet niet... Uh... Joost? Ja, Joost Klein. Die klein. Ah. Maar die is uh, heel populair tegenwoordig. Ja, dus. dat ze daar per ongeluk twee nullen achter zijn uh, prijs gezet hebben. Hè? Ja. Aan de verkeerde kant. Mm. Nou, in ieder geval, aan alle kijkers en luisteraars. Welkom bij de number one podcast voor businesses en entrepreneurs. Mijn naam is Jelle. En ik ben Roald. En wij zijn Geronimo. Deze zomer, Roald, hebben Het. wij... Hoeveel podcasts waren het er? Zes. Een zestal podcasts opgenomen met de Worstenfeesten over uh, de Klein -koers. En We hadden beloofd om inderdaad ook nog iemand van Worstenfeesten op je te laten komen. Ja. En als je de podcast met uh, de Klein -koers bekeken hebt, dan gaat je hier wel een bekend gezicht zien zitten. Ja, inderdaad. De je... enige echte presentator uh, <laughs> toen. Ja. Welkom, Luc Dox, uh, bij onze Geronimo's studio. Dank je wel, beide ja. heren. Het is mij een waar genoegen ja. om hier te mogen zitten. Ja. Tweede gast bij ons in de studio. Maar ik vraag wat vind je ervan, van de setting? Ik vind het heel chic. Ik ben hier binnengekomen en ik heb eigenlijk grote ogen en mijn mond heel wijd opengetrokken, want ik vind de setting, ik vind de, de opzet van de studio, mensen die het bekijken zullen het ook wel met mij eens zijn, ik vind dat echt knap. Ik vind het heel gezellig, heel, heel cozy, heel warm. Um, zie je dat ook op de achtergrond en alles erbij? Ja, ik, ja. Ben, ik ben fan. Ja. Ja, we hebben het er straks tegen u gezicht. we proberen hier en daar zo nog wat meer aan te kleden als de attributen ons worden aangereikt en zo. Dus we gaan met de tijd de studio nog wat uitbreiden, aankleden, pimpen. Ja. pimpen inderdaad. <laughs> is misschien een idee om gewoon elke keer één attribuut te veranderen en dan de mensen telkens te vragen welk attribuut is er veranderd tegenover de vorige aflevering. O, dat dat moet ik ergens noteren of een Goed idee voor tijdens ja. het vragenvuurtje. Je zet een dikke prijs tegenover en iedereen is mee. Ja, ja. de prijs. Ja. Wat voor prijs dan? Ja. Ja, het attribuut dat je weggenomen hebt. Ah, je ja, ja. Oh. dat is misschien nog niet zo'n slecht idee. Dat we Maar ook iets, okay, ja. iets verstoppen of zo. Ja, ja. Nee, zat. Hey, je wordt net al aan het vertellen, deze jaar. Al een drukke week achter de rug voor de worstenfeesten. Maar wanneer begint dat? Wanneer begint de, de uh, opbouw te doen? Het gebruikt eigenlijk het juiste woord. Robald. De opbouw begint bij een afbraak. En dat wil zeggen, wij hebben uh, vorig jaar, voorlaatste weekend van augustus de worstenfeesten gehad. In principe is dat elk jaar vrijdag, zaterdag, zondag. Dus wat gebeurt er? Zondag uh, nacht om drie uur gaat de keet bij ons definitief dicht. Maandagmorgen om 8 uur, 9 uur staan de eerste van ons comité daar al terug om een boel af te breken. Uh, ik heb er heel veel respect voor voor die mannen, want ik heb dat heel lang niet kunnen doen wegens pomp af dood op maandagmorgen in bed. Uh, ik heb dat nu de laatste paar jaar wel gedaan en dan zie je dat het door ons comité en door een aantal vrijwilligers dus maandag is al afgebroken wordt. En het leuke van die maandag is tijdens de afbraak beginnen ook al de editie te evalueren. Wat vonden we van dat? Wat vonden we van dit? Dat was goed, dat was minder. Dit moeten we toch eens aanpakken. Ook al technische dingen van die kabel, die hangt eigenlijk hier in de weg, hebben we gezien. Je kunt je beter zo hangen en zo verder. Dus de maandag na de worstenfeesten, beginnen we eigenlijk al met de evaluatie van hoe het geweest is. Maandagavond gaan we dan met alle comitéleden nog eens uh, samen iets eten. Heel gezellig, want we hebben dan heel drukke weken achter de rug dat je elkaar niet al te veel meer gezien hebt en dikwijls alleen maar in stresssituaties. Dat het ook plezant is dat je met elkaar terug in een ontspannende situatie zit. En vanaf dan is eigenlijk de start gemaakt voor het volgende jaar. Dus eigenlijk tijdens een afbraak zit al bezig met de evaluatie van waar moeten we naar kijken voor volgend jaar? Ja, meestal een aantal praktische dingen. En wij, wij vragen ook altijd uh, een evaluatie op te maken aan alle comitéleden. Uh, want ik ben maar één van de ongeveer 35 comitéleden. Uh, alle comitéleden krijgen de kans om een evaluatie te maken van ik vond dat onderdeel goed, of ik heb dat daar gemerkt of ik zou dat anders aanpakken en al die dingen die evaluatie wordt uh, doorgestuurd naar de voorzitter Herman de en die verdeelt het dan terug om, naar de vergadering toe en wordt er eigenlijk naar elk deelcomité want wij hebben nogal wat deelcomité's binnen de worstenfeesten, wordt er uitgefilterd wat voor dat deelcomité van tel is, op basis van de evaluatie die gemaakt is en wat zijn zo deelcomité's? Wat voor om... werkgroepen of, uh... we, Ja, wij noemen dat deelcomitees. Dat klinkt eigenlijk heel mooi, nu ik het ja, zo ja, zeg. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Maar eigenlijk zijn dat werkgroepen. Dus je hebt een deelcomité artiesten die zich bezighouden met wat gaan we volgend jaar aan artiesten op de affiche kunnen zetten, mogen zetten, kunnen zetten. Al die dingen. Er is een uh, werkgroep, klein velukerskoers, kinderkoers, de helpers. Wij hebben honderden helpers nodig. Vrijwilligers vanuit de uh, vereniging en al die dingen. Om te komen helpen op ons weekend. Dus dat wordt door een apart comité. Infrastructuur is er zo eentje. En uh, sponsoring, communicatie. Dus we hebben wel wat deelcomité's. En die zijn natuurlijk in de loop van het lopende jaar bezig om hun stukje van de puzzel in elkaar te leggen. En dan hebben we natuurlijk de algemene vergadering, die probeert al die stukjes een beetje in elkaar te passen. En, en op die eerste algemene vergadering voor het nieuwe weekend, wat staat daar op de agenda? Uh, meestal komen wij een week of twee na de laatste editie van de Worstenfeesten bijeen. En dan wordt er effectief al snel de evaluatie overlopen. Zijn er dingen die echt totaal fout gegaan zijn? Zijn er dingen die beter zouden kunnen? Zijn er vernieuwingen die misschien we voor volgend jaar um, onder de aandacht kunnen brengen? En vanaf dan wordt elk deelcomité weer stilaan opgestart en zijn we vertrokken. Hè? Sommige deelcomité's zijn al heel vroeg bezig. Andere deelcomité's kunnen wel later in het verhaal komen. Een beetje afhankelijk van wie wat moet invullen. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een deelcomité artiesten. Je kunt niet wachten tot nee, nee. ergens april, mei om te zeggen van ja, wie zouden we nu graag in augustus naar de worstenfeesten krijgen. Uh, ondertussen zijn we nu al bezig met te kijken naar artiesten voor volgend jaar. Dus niet ah, meer wow. voor dit jaar, maar volgend jaar. 2025. Okay. Ja, omdat uh, je wilt toch een aantal grote namen op je affiche hebben. Maar die grote namen zijn natuurlijk heel veel bevraagd. Er zijn heel veel festivals en heel veel activiteiten in de zomer te doen. Hm. Dus je moet er bij sommigen redelijk snel bij zijn om die te kunnen boeken. Maar hoe weet je, gaat het in 2025 nog goed gaan zijn? Rob, dat is de kunst. Ja. <laughs> ja. En dat is de kunst waar je, je u uh, soms op mispakt en soms uh, geweldig veel kans mee hebt. En dat is elk jaar hetzelfde. Er zijn elk jaar contracten uh, en artiesten die wij boeken aan haalbare prijzen aan betaalbare prijzen mm -hmm. en die dan effectief een half jaar later of een jaar later booming business zijn uh, en die we eigenlijk te goedkoop gekregen hebben. Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat je iemand boekt uh, op een geweldig hoogtepunt en dat je die een anderhalf jaar op voorhand al boekt en dat dat hoogtepunt na anderhalf jaar een stuk gezakt is en uh, dat je eigenlijk te veel betaald hebt. Hè? Mm -hmm. Het is een beetje de, de, de optelling van een keer te veel, en een keer te weinig uh, geeft een plaatje wat financieel haalbaar moet zijn. Hè? En in welk deelcomité zit jij? Ik zit bij artiesten. Uh, communicatie, wat. Ja, voilà. Ja. Klein Velokkeskoers. Ah ja. Oh, verschillende, echt. Je kunt... Ja, bij, ja, ten eerste, wij vragen aan iedereen om niet in alle deelcomités te zitten, want dan is het belachelijk dat je deelcomités hebt waar telkens iedereen in zit. Um, praktisch werkt dat ook niet. Als je met 35 man in een deelcomité zit... Nou ja, de meeste deelcomités bij ons zijn vijf, zes, zeven mensen. En die, uh, dat, oh, dat vergadert een stuk makkelijker. Je kunt al rond één tafel. Als je met 35 een algemene vergadering hebt, dan is het al een beetje moeilijker om rond, gezellig rond een tafeltje te zitten. Dus met 5, 6, 7 mensen gaat dat wel. En je gaat nu natuurlijk in elk deelcomité... Uh, je gaat in een deelcomité stappen waar je zelf wel affiniteit mee hebt. Als ze tegen mij zeggen... Luc, jij moet in het deelcomité voor de technische ontwikkeling van de worstfeesten... Welke elektriciteit dat we volgend jaar gaan gebruiken, ik raad het niet aan, want er zullen geen worstenfeesten zijn. <laughs> je, hebt, je, hebt, je hebt ook bij ons, zoals je dat bij de meeste verenigingen hebt, iedereen die zijn kwaliteiten heeft en je hebt van al die iedereen en al die kwaliteiten mensen nodig om een succesvolle organisatie te kunnen maken. Ja, dus iedereen is een stijl. Iedereen is een stijl. En bij, bij sommigen um, is die stijl heel erg aanwezig tijdens de worstenfeesten zelf en in de voorbereiding en de afhandeling. Er zijn er andere bij die in de loop van het jaar heel veel tijd daarin steken en die eigenlijk op dit moment wat minder in beeld komen of zelfs wat minder moeten doen tijdens de feesten. Ja, maar dat is een wisselwerking hè, uiteindelijk. Dat, dat is een is wisselwerking. Ja. Wat je hebt, Jelle, moet, je moet denk ik, maar dat gaat voor elke organisatie tellen: je moet goed beseffen dat je iedereen nodig hebt. Je hebt mensen nodig die, zoals ik, van voor het podium met een micro staan. Maar als er vanachter geen bakken bier of geen vaten cola aangesleurd worden, dan is dat een heel tristige bedoeling, want die van voor staat te, te brabbelen door zijn micro, want dan is er geen sfeer, geen amusement. Dus je hebt ze allemaal nodig. En alles wat er tussen het eerste stukje van de tent en het laatste stukje van de tent is, al die mensen hebben nodig. En, en wat is volgens u dan het volgende punt uh, na de eerste algemene vergadering, waar een, een belangrijk punt is in de voorbereiding voor de worstenfeesten? Iedereen, iedereen gaat daarmee aan de slag. Hè? En je gebaseert je, je u natuurlijk uh, deels op hoe hebben we dat vorig jaar gedaan. En je moet erin slagen om uh, de goede dingen van vorig jaar te behouden. En de minder goede dingen aan te passen. En elk jaar u terug de vraag te stellen: wat is er nieuw? Wat kan beter? En wat gaat je dan van de afgelopen editie proberen aan te passen? Nee, we zitten. We de, het is niet per se editie op editie, maar als je ziet waar we bijvoorbeeld van gekomen zijn, we zijn gestart in 1970. tijdperk dat jullie zich niet meer zullen herinneren, maar ik was erbij. Eh. Toen waren we er nog gelijk. Toen was er geen had. sprake van ons, denk ik. Ja, ja. Om maar te zeggen, 1970, dat was een heel andere wereld. Als je ziet wat de worstenfeesten toen. Uit welk idee dat de worstenfeesten ontstaan zijn, wat de bedoeling van de worstenfeesten was, hoe die zich geëvalueerd hebben. In de volgende 54 jaar, ja, dat is elk jaar een stapje, een stapje verder. En veel van die stapjes worden niet gezien. Maar als je geen stapje genomen had sinds 1970, dan had er al tientallen jaren geen sprake meer geweest van de worstenfeesten. En dat is de uitdaging. voor Als, als je Rock Werchter, als Tomorrowland niet elk jaar vernieuwt en, en nieuwe ideeën aanbrengt en al die dingen, dan gaan die jongens binnen tien jaar ook totaal passé zijn. Dus dat is de kunst. En ik denk dat de worstefis daar al wel ferm in aan het slagen is. Want het zijn toch al, elke jaren wel uh, top edities. Misschien ben ik wel wat biased. Of uh, ja, uh, maar, wat zeg je daar? Bevooroordeeld. Omdat ik zelf aan of dat wij zelf van Vlimmeren zijn. Maar uh, als ik dat van andere mensen uit andere dorpen hoor die daar afgekomen zijn. dan is dat toch ook altijd wel echt van mij Wat ze daar uh, op poten zetten. Aan uh, de ene, en ene kant, ik denk altijd: amai, deze was echt het beste jaar. Wat <laughs> jaar erop? Overtreft dat dat toch altijd. En ik weet niet of dat een ingeving is van die moment, maar dat is precies elk jaar dat dat beter en beter wordt. En ook, denk ik, of ik weet niet of dat groter en groter. Nee, dat is niet waar, joh. Beter en beter wil ik geloven. Ah, ja. dat, dat, klinkt, dat klinkt heel mooi, ook, ook naar ons toe. Mm -hmm. um, groter en groter niet, want dat is ook een van de um, problemen niet, maar een van de. Uitdagingen. Ja, de uitdagingen waar we mee zitten. Georganiseerd die feesten op het dorpskerkplein van Vlimmeren. Dus echt midden in het centrum van de city, midden in het centrum van Stad Worst. De uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden vergroter te worden, zijn er quasi niet. Want je doet dat nu op een plein waar het gemeentespel en de koers en al die dingen aan de overkant doorgaat. Maar al de optredens en al die dingen doen je dus eigenlijk op het plein naast de kerk in Vlimmeren. Daar heb je een bepaalde limiet op qua capaciteit. Daar kan maximum 3500. 4.000, als je ze allemaal nogal tegen elkaar duwt en iedereen elkaar graag ziet, kun er maximum 4.000 binnen. Maar that's it. En dat is natuurlijk de moeilijkheid voor ons. Je kunt niet groeien. En je mag ook niet kleiner worden. En dat is een uitdaging die wij vooral in het artiestencomité um, elk jaar heel veel hebben. Want ja, wie moeten we gaan boeken? Je moet een grote naam boeken of een aantal grote namen boeken, want anders zegt iedereen, oh, wow, het is maar plat dit jaar. Vorig jaar was het veel beter, want toen hadden we die een artiest of die zangeres. Maar je kunt ook niet te groot, want je bent beperkt in het aantal mensen dat kan komen. En dus uiteraard ook beperkt in tickets die kunnen verkocht worden en al die dingen. En hadden wij gewild, dan denk ik dat wij de afgelopen tientallen jaren makkelijk hadden kunnen groeien. Door te zeggen: we verhuizen ons festiviteit van Vlimmeren Centrum naar ergens een wij in Vlimmeren. In een van de uitstrakken, Denk maar aan het Wetschot of Tilverenigd mm -hmm. of wat dan ook. Het rokwerchter principe: je maakt een wij en je maakt je langer groter. En dan kunnen we gaan boeken en zeggen, ah voilà, we dit jaar 4000 man. We gaan volgend jaar voor 6000, het jaar nadien voor 9000, en je zijn vertrokken. En dan gaan we tot dat je weer aan de limiet zit. Alla werkt er Tomorrowland, al die dingen, 80.000 of wat dan ook. Maar dat kunnen we niet. We zitten met die beperkte capaciteit. We willen ook helemaal niet ja, ik ergens zien, in het veld gaan ja. zitten, want wij dat is ook weer. Jullie weten dat, dat is ook weer een typisch. Uh, de reden waarom borstenfeesten iets of wat typisch is, wij zijn geen, geen gewoon festival. Wij zijn geen festival waar drie dagen zangers en zangeressen in groepen komen spelen en dat zit. Wij hebben een hoop activiteiten: kinderkoers, kleinvelogerskoers, gemeentespel, uh, de namiddag voor de gepensioneerden, Gastonneke die op zijn orgel komt spelen en al die dingen. Ja, dat zit niet in stramien van een gewoon festival. Dus je hebt eigenlijk bezoekers van zes, er zijn er nog wel wat jongeren, maar pak van zes tot 86. Die effectief langskomen. Die mensen moeten daar geraken, die moeten zich amuseren, dus je moet daar allemaal wel, uh, wel rekening mee houden. Dus ik ervaar dat als een van de, de grootste uitdagingen, elk jaar de lat op 100 leggen. Je kunt er niet over, want die krijgen die binnen, maar als de lat maar op 70 ligt een jaar en het jaar nadien op 50, dan heb je binnen vijf jaar geen worstenfeesten. Nee, nee. Dus het is een kunst om eigenlijk niet te groot te worden om te voorkomen dat je eigenlijk. Ja, weg moet van, van, van Torp en dat je daarmee ook de, de, de andere activiteiten eigenlijk beperkt. Of dat je. Ja, de, 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 de kunst is Jelle om leuke feesten te geven voor een paar duizend mensen. Allee, over heel het weekend gaan we, spreken we wel tussen de 12.000 en 15.000 mensen die langskomen, verdeeld over die drie of zoals dit jaar vier dagen. De kunst is om die mensen leuke feesten te, vind, te geven waarvan ze, waarvan ze denken dat wordt hier elk jaar beter en beter dat is hier ongelooflijk, ik snap niet hoe ze dat doen. Uh, het toch niet te groot te maken, het nog iets of wat gezellig te houden, maar soms ook al een vraagteken is: ja, de Vlimmerse mens, Jan, er loopt er hier 4000 anderen rond. Dat is, hey, dat is toch niet meer echt een dorpsfeestje. De kunst is eigenlijk om dat allemaal uh, een beetje de puzzel in elkaar te laten vallen. Hè? En je zegt uh, vier dagen. Hoe komt het dat het dit jaar vier dagen zijn? Ja. Normaal gezien organiseer voor alle duidelijkheid, want soms is daar ook al wat vraagtekens over. Het is de zondag na de 15 e augustus is de worstenfeesten en al die dingen. Dat is niet waar. De worstenfeesten zijn het weekend van de voorlaatste zondag van augustus. Ja. Dus als je even rekent, en stel dat de laatste zondag toevallig op 31 augustus zou vallen. Ja. Helemaal de laatste dag van augustus. Dan vallen de worstenfeesten op 24 augustus, zondag en dan uiteraard 23 en 22 daar aangekoppeld. Maar dat zakt natuurlijk elk jaar. Die, want dan de, de laatste zondag wordt dan op 30 augustus, de voorlaatste op 30, of de laatste op 13 en dan op 29, bla bla bla. Zodat je om de paar jaar verspringt naar het weekend na de 15e augustus. En dan heb je soms 17, 18, 19, of je hebt 18, 19, 20. Maar om de zoveel jaar is er ook die donderdag, de 15e augustus, de feestdag. Vrijdag 16, eh, zaterdag 17, zondag 18, zoals dit jaar. En dan hebben we vier dagen. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of gezegd, we behouden het stramien drie dagen en gedaan. Voor sommigen is dat lang genoeg. Je wilt niet weten wie je maandagsmorgens in welke toestand soms tegenkomt. Ja. Um, en dan is de vraag elke keer opnieuw, gaan we die vierde dag doen, ja of nee? En dan roept iedereen in Vlindberg, ah ja natuurlijk, we gaan dat ja, tuurlijk, doen. Ja. En dan zeggen wij als comité, ho, 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 even op de rem gaan staan. Gaan we dat doen of niet? Gaan we dat doen? Waarom zouden we het gaan doen? En als we het doen, wat gaan we dat doen? Dat zijn allemaal verschillende vragen die we allemaal positief moeten kunnen nu. Dat is inderdaad al ja. de ganse dag dat er in één keer bij komt. Hè? Dat het is is, uh, mix, hè? Plus, het moeilijk is ook, en Jelle, voor wie gaat het je vierde dag doen? En hoe gaat je vierde dag niet in de weg zitten van je drie andere dagen? Dat het toppunt niet. Stel je vraag, je vraag of een, een geweldige zanger of zanger is op vrijdagavond. Ja, als je. Een andere geweldige zanger is of, of zanger of groep op donderdagavond een beetje in het gelijkaardige genre vraagt, ja, dan gaat er donderdagavond wel wat volks zijn en vrijdagavond ook. Maar hoeveel mensen gaan er dan in donderdag en vrijdag komen, omwille van budget? Allee, iedereen. Nou, wij, wij gaan er sowieso zijn. Ja, ja. 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 ja, er zijn mensen die er extra voor gaan sparen in de loop van het jaar om toch zeker budget te hebben voor ja, de donderdag. Ja. Elke mens aan blimmeren, zeker. Ja. Ja. Dit jaar hebben we ook weer de oefening moeten maken van gaan we het doen of gaan we het niet doen. We hebben er zelfs een aparte vergadering over gehouden. Fantastisch. Maar het is toch, ja. Of, 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 of is dat nog niet duidelijk? Ja, het, het, het probleem was er komt niemand binnen de vergadering een argument aanhalen waarom we nou het niet zouden doen. Ja. Ja. Ah, nou, zie, dat is het juist. Iedereen wil dat, hè? Het dit, dit is gewoon keihard present, ja. hè? De worstenfeesten op zich, drie dagen, dat is al keihard leuk. Als er aan de vierde dag bij komt, dat is gewoon nog eens zo leuk. Ja, hè? en als dat elk jaar mocht zijn, denk ik in alle eerlijkheid dat het soms een dag te veel gaat zijn. Het is dat juist je dat je kunt van... uitkijken naar, oh, het is deze weer het jaar met de vier dagen. Ja. Om dat speciaal te maken, inderdaad. Ja, 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 ja dat, dat maakt speciaal het speciaal. En dat, we weten, dat is nu eenmalig. En de volgende vijf, zes jaar gaat dat weer niet meer zijn. En dan mm -hmm. is dat nog eens een keer. Ja. Dat is zoiets wat effectief om de zoveel jaar terugkomt. En wat het een beetje leuk maakt. Hè. Dus we gaan dit jaar een uh, vierde dag doen. Eigenlijk een eerste dag op donderdag 15 augustus. En dan uh, de gewone 54ste worstenfeesten daaraan koppelen. 16, 17, 18 augustus. Hè. Ja. En uh, ja, de Klein dat is ook een groot onderdeel van de worstenfeesten. Um, dat is eigenlijk waarbij bij de grote mensen. Als je dat moet uitleggen aan iemand <laughs> buiten de hoe leg je dat uit? Ay, hoe leg jij dat uit? Want we hebben dat in de podcast, je hebt dat al gevraagd aan de gasten die toen langs zijn gekomen, en nu kan ja. ik de vraag gewoon terugkaatsen. Inderdaad. Hoe leg jij uit aan iemand van buiten Vlimmeren, um, wat de Klein Vilkenskurs Ik moet je inhoudt. zeggen, ik heb uh, heel veel collega's, en van mijn collega's is er niemand van Vlimmeren zelfs niet uit de buurt. En die... die Vangen dan, dan op van worstenfeest en wat is dat? En die gaan dan op de website kijken, die zien maar filmpjes op Facebook en al die dingen, die denken, jongen, wat een toestand is dat? Maar die klein veellokkenskoers, wat is dat nu eigenlijk? Um, je kunt dat niet uitleggen. Hetgeen okay, wat ik meestal probeer is gewoon, ik zie dat nu ook uh, met carnaval, uh, afgelopen periode, Aalst um, en, en de Maaskant en Herentout en al die dingen waar carnaval geweldig leeft. Ik vind dat fantastisch. Ik vind het alleen dikwijls spijtig bij carnaval dat het zo koud is en zo slecht weer. Mm. En die mensen die staan daar allemaal buiten te feesten, maar eigenlijk moeten heel dikke kleren aandoen om dat een beetje gezellig te maken. Eigenlijk denk ik dat de kleine Velkenskoers een groot deel carnaval in de zomer is en dat de fietsjes dienen als uh, alternatief om effectief rond te lopen in dorp, verkleed, in thema, in ploeg en al die dingen. En ja, wat, wat doen ze met Carnaval? Ze rijden met een, met een stoet rond, ze rijden met een wagen rond, al die dingen. Wat doen ze bij ons? Ze rijden met fietsjes rond, ze maken er een koers van. Maar je zijn ook allemaal verkleed, je bent in een bepaald thema, je doet een dansje op het podium, je gaat een liedje zingen en al die dingen. Ik denk dat het daar een beetje mee overeenkomt. Uh, en dat is, dat is plezant, hè? En zeker als het goed weer is, is dat, is dat, is dat fantastisch. Is dat zo geen idee om zo'n Carnavalswagen voor tijdens de koers? Ik heb een keer een jaar gezien dat ze fietsjes aan elkaar hebben proberen te maken, maar oh. dat is altijd levensgevaarlijk. Hè? Want zeker als er dan heel veel gedronken is mm. geweest. Dan, uh... Ik heb ook eens een keer een, een tandem geweten waar dat ze met drie op zaten. En dat was bedoeld voor twee man. De koers was toen die begonnen en ineens... Ah, ja, dat, wiel. Knal, dat wiel was gewoon helemaal schaak. Daar konden niks meer van maken. Die konden ander vertrekken. Ja, die waren ook niet gewonnen. Dat jaar. Dus kijken, hè. Ja, dat is natuurlijk ook dikwijls: het verschil tussen hetgeen wat in je hoofd zit van wauw, we hebben een geweldig thema, tot hetgeen wat je effectief ter plaatse kunt laten zien aan de mensen. Dat is dikwijls een lange weg. Hè. Ja. Ja, ja, wij beginnen er binnenkort aan, want wij schrijven ons ook altijd elk jaar eh, vanaf, vanaf dat we mochten in, om uh, met de grote kleine vloggescours uh, mee te rijden. En ja, we hebben bijna ons eerste weekend waar we uh, ons thema gaan bijeenbrengen. Uh, ja, binnen bij, bij brengen. binnen een, een dikke maand. Hè. Binnen een dikke maand gaan wij vergaderen. <laughs> nu, wij zien wel, en dat weten jullie evengoed of nog beter dan ons, wat betreft de kleine Velkenskoers. Het voorplezier is al een groot stuk van het plezier. Want je start elk jaar met een wit blad. Hè? Wat gaan we doen met de koers? Welk thema gaan we verzinnen? En dat wit blad wordt stilletjes aan een kleurenblad. En dat kleurenblad wordt dan op de zondagnamiddag van de worstenfeest de realiteit. En mensen appreciëren of vinden het geweldig wat er gebeurt. Jullie hebben een paar jaar geleden de Podium Act gewonnen. Ja, dat is, ja. Dat is dolle vreugde. Ja, ja, ja. Dat, dat hoef ik niet te zeggen. Als je dan ziet van hetgeen wat we ooit bedacht hebben, met z'n allen tijdens een meeting of tijdens een etentje of tijdens een vergadering. En je ziet ook in de, in de aanloop naar de worstenfeesten de laatste weken heel veel groepjes in de hof links en in de tuin rechts Klopt. en in de garage en in de kelder en al die dingen gaan repeteren. Dat maakt deel uit van het verhaal, mm. mannen. En dan zie je de vlimmers stilletjes aan hunkeren naar de worstenfeesten. Laat maar komen, laat maar komen. Het wordt een... En ja, dan is het zover. En dan is dat plezant en dan zeg je... Het was beter dan ooit. Hè? Of er ontsnapt een week van tevoren een aap in Vlimmeren. Ja, ja, <laughs> ja die, dat moet, die moet gevangen worden. Ja, ja. Dat, was, uh... dat was drie, vier dagen ervoor, zeker op die woensdagnamiddag van, van de worstefeesten. Ja, ik weet, we het daar, ook, uh... ik weet het ook niet meer juist hoe dat, dat zat. Uh... Door Torup was hier toen de noten aan het rijden met, met een aapverlegter Alleen dat was uh, ja. heel speciaal. Ja, maar he? het is het is plezant hele, dat het allemaal begint te leven. Dat mm -hmm. Vlimmeren echt hunkert van worstefeesten. Dat het, dat het geapprecieerd wordt door de meeste mensen in Vlimmeren, van, van jong tot oud, omdat we echt voor iedereen ook wel iets hebben. De kinderen kunnen vanaf zes jaar meerijden met de kinderkoers. Wij zien effectief mensen van 80, 85 jaar die ongelooflijk gelukkig zitten te zwaaien op zaterdag namiddag bij Gastonneke, die de nummers uit hun tijd speelt. Mm. Dat je denkt, waar anders krijgt men heel torp nog samen en gaat iedereen met een gelukzalig gevoel naar huis. Hè? Mm. Mm -hmm. Ja, daar moet je toch mee kunnen. Hè? Ja, en dat is, dat, is, dat is de uitdaging. Wij zijn er ons ook wel van bewust, natuurlijk dat er ook mensen zijn die zeggen: van ja, ik ben zo niet zo'n feestvarken en het hoeft voor mij niet allemaal. Dat het die, die dagen wel wat druk is in de dorp. Als je het dorp een beetje wilt doen leven, dan denk ik dat het toch wel handig is dat mensen eens een paar keren per jaar kunnen buitenkomen en, en andere mensen terug tegenkomen in eigen dorp. Hè. Ja. En daarop zit er we wel elk jaar terug in. Ja. Dat is ook hetgeen waar het ooit destijds om begonnen is. Uh, nu klap ik terug uit. De geschiedenis 1970 was toen gewoon de bedoeling om iets te, te, te doen. dat de mensen die niet op verlof konden gaan, dat die eens een keer ook een, een pleziertje zouden hebben. Dat klinkt nu heel ver van een bedshow. Maar in 1970 waren er blijkbaar. Uh, ik heb dat ook niet meer bewust meegemaakt. Uh, waren er blijkbaar soms wat gezinnen die al op reis konden gaan naar de zee. of hier en daar alles richting Spanje. Maar er waren ook mensen die niet op verlof gingen of niet op verlof konden gaan. En om die toch iets te bieden. We hadden blijkbaar toen de Kajoters het geweldige idee: van als we nu eens een festiviteit hier in Torp doen, vijf bakken beer, drie planken erop en we zijn begonnen. Ja, 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 ja. dat is wel mooi dat dat zo van zoiets klein gegroeid is naar iets wat nog altijd. Hoeveel jaar is het nu Ik dan. 54. 54. Effectief, we hebben alle jaren doorgedaan. We hebben er eentje overgeslagen in 2020 omwille van de gekende coronatoestanden. Maar we zijn er uh, wel elk jaar geweest. En. Uh, als je ziet, ook de onderdelen van de worstenfeesten. We zitten al aan de 68e Klein Ja, Mensen gaan dan weer zeggen, 54 worstenfeesten, 68 koersen, dat kan niet. Ja, wel, we hebben die opgepikt omdat die vroeger ook al bestonden in Vlimmeren. Dan een tijdje stilgelegen hebben die koers en dan hebben wij die terug opgepikt. We zitten uh, dit jaar aan de 49e uh, uh, gemeentespel. Volgend jaar 50. Mm, mm, mm. Ze gaat er ook weer iets mee doen. Ja, ja, dat, ja. dat, luk, dat is spannend. De kinderkoers die is begonnen, denk ik, achttien jaar geleden als een eenmalig tussendoortje van ter gelegenheid van de 50 vijftigste koers van als we nu dit jaar ook voor die kindjes eens iets doen en die ook eens een koersje geven. Maar ja, dat was een schot in de roos vanaf dag één, dus dat is ook gebleven. En daar wordt ondertussen ook geweldig aan gewerkt en geweldig naar uitgekeken door uh, alle mamas, papas, momo's, vava's en uiteraard ook de kindjes. Dus we hebben wel wat historiek. Ik denk niet dat er heel veel kunnen zeggen van het is volgend jaar het 50 gemeentespel. Dus dat is, dat is effectief iets wat plezant is, wat de deelnemers ook nog altijd heel plezant vinden. Want kunt je zeggen voor de mensen dat het gemeentespel bijvoorbeeld niet kennen, wat dat juist inhoudt? Het gemeentespel is gewoon spel zonder grenzen. Zoals dat vroeger op tv was, dat weten jullie waarschijnlijk ook al ja, een keer. Ik, ik, ja, ik, ik herinner mij er nog wel. Effectief spel zonder grenzen. Het is iets minder sensationeel. Een waterbak is bij ons een waterbak van vijf op drie en niet van vijftig op dertig. Uh, maar het is wel... Ik, ik, want ik presenteer ook het gemeentespel. Ik zie dat elk jaar, hoe de deelnemers dat ook ongelooflijk plezant vinden. Heel toffe spelletjes. Uh, heel leuk om mee te doen. Heel leuk om naar te kijken. Ook, uh, zowel voor jong als oud. Wij zien effectief toeschouwers van drie jaar naast uh, het parcours staan en, en mensen van 83. Dus dat is heel leuk om te, om te horen en te zien. Plus, ook, na het, na het gemeentespel is dan weer groot feest in de tent. Ja, als je mij allemaal als ploeg meedoet. Wat is er leuker dan met twintigen? Ons ploeg, we gaan feesten. Voilà, feestnacht nummer twee. Mm -hmm, nou, ja. Dit jaar wordt dat dan nummer drie. De prestaties ja, ja. zullen misschien wat minder zijn. Ja. Ja, ja. En ook, er komen, elk jaar doen er helemaal buitendorpsploegen mee. En er zijn ploegen die zeggen: maar ja je mocht ons nooit uitschrijven. Wij doen ook volgend jaar weer mee. Hè. Dus dat, uh, dat maakt het ook wel plezant. Ja. Zeg, leuk. Tijdens de zesdelige podcastreeks aan de zomer hebben we al duizend en een straffe verhalen gehoord. Maar nu vraag ik mij toch af: wat is zo een van de zotste dingen dat je al gezien of gedaan hebt? Op de worstenfeesten? Dat zo in één keer bij u in uw kop opkomt. Ik moet zeggen, Jelle, mijn geheugen is een zeef. Dat is, ja, maar dat, dat, dat klinkt nu niet als een excuus, maar dat is effectief. Als je nu aan mij vraagt wie heeft vorig jaar de Klein gewonnen, dan moet ik even gaan nadenken en dan kom ik er wel op. Maar als je zegt twee jaar geleden moet ik al heel hard gaan nadenken. Ja. Ik zie wel elk jaar dingen gebeuren waar ik van denk: hmm. Van, uh, <laughs> voor ons is het ook soms het moeilijke, um, en dat zie je zeker bijvoorbeeld met een Klein dat daar thema's uitgebeeld worden waarbij we van zeggen: oei, oei, wat gaan die aan nu doen? Is dat nog wel, mag dat nog wel van de publieke opinie of niet? Um, daar hebben we wat vraagtekens bij. Het moeilijke voor ons is natuurlijk dat er soms heel plezante dingen tussen zitten die je eigenlijk zo niet ingeschat had. Dat er soms misschien wat ampetante dingen tussen zitten. Maar je kunt er ook moeilijk in schrappen. Als iemand zegt van, ja, ik ga Sneeuwwitje en de Zeven werken doen, dan denk je, ja, dat is onschuldig. Um, doe dat thema maar. Maar wat die mannen eventueel op het podium gaan doen, of die vrouwen, je hebt daar geen zicht op. Je nee. hebt daar pas zicht op op het moment dat het nummer gedaan is. <laughs> en dat is een aantal keren al eens geweest dat ik denk van, brrr, is dat wel geschikt voor kinderoren of kinderogen? Of, uh, ja, ik kan, ik kan me nog iets herinneren met een handdoek en, uh, en een dansje. Wat? Met, met een handdoek. Ja, en, die nee Ik niet. Die, <laughs> die. Maar dat die dat nog eens, hij had gewonnen en hij moest dat nog eens s'avonds doen. Uh, en dan was het met uh, onderbroekje of zonder onderbroekje. Mm. Dat ja. kan ik me nog ja, uh, zon dus. We uh. proberen het altijd wel fatsoenlijk te houden. Dus het is, het is effectief ook wel zo dat er bij ons bij worstfeesten... Iedereen is welkom, iedereen mag binnen. Uh, wie zich gedraagt is uiteraard zeker welkom. Uh, maar ja, het, we hebben altijd niet het idee van het gaat links of het gaat rechts of wat dan ook. Hè. En uiteraard ook met artiesten. Uh, je hebt soms uh, backstage uh, momenten dat je denkt van. Brrr, dat hadden we hier zo niet verwacht. En, en die mensen vallen geweldig mee. En die mensen zijn toch iets of wat wat, wat je denkt van. oei, dat, we dachten dat die gezelliger waren en het is iets minder. Maar wie? Ja, ik moet namen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Wat we wel bijvoorbeeld, ik heb nu recent gehoord via via uh, van, van een van de, de grotere artiesten van vorig jaar, uh, die heel de zomer op heel veel festivals gespeeld heeft, dat hij achteraf gezegd heeft: het leukste van heel de zomer vond ik uh, een van de wat kleinere dingen die we gedaan hebben, namelijk de worstfeest in Vlimmeren. Ik heb me geweldig geamuseerd. <laughs> dat wij zeggen: mm -hmm. oh wat. Ja, <laughs> ja, dat is wel leuk om te horen. Hè? Ja. God, misschien is het die sfeer, wie weet. Kijk, die achteraf toch allemaal een worst. Dat, dat, is, dat is wel... Daar ja, hebben we het nog niet over gehad. Inderdaad, worstenfeesten. Ja, dat is een harde naam. Hè? Kunnen Je daar frieten kopen op de worstenfeesten? Nee, ja, ja dus, maar dat is, dat, is, dat is voor ons al een moeilijke. Worstenfeesten. Dat is, dat is een naam die veel deuren sluit. En waar we heel hard aan moeten trekken om die deuren open te doen. Uh, wat bedoelt wat dat, je? Ja? Dat dat slecht wordt ontvangen? Of ja, je naam? worstenfeesten. Oh, sausissen, sausissenparty, wat ja. gaan we daar allemaal doen? Ja, ja, ja. Dus de mensen weten niet dat de naam Worstenfeesten gelinkt is eigenlijk aan de spotnaam van Vlimmeren, namelijk Stadworst. Worst. He? Al 250 jaar, ondertussen al een stukje langer, is Vlimmeren Stad Worst. In de regio nog wel gekend als spotnaam van de inwoners van Weg op destijds naar Vlimmeren toe. He? Wij sloten de bareel af met een worst. Jullie zijn vanaf nu een stad. He? Jullie sluiten zich af als een stad, jullie zijn Stad Worst. Dus wij hebben eigenlijk van die spotnaam of die scheldnaam een erenaam gemaakt. En iedereen is blij nu van Stadworst te zijn. En uiteraard, als je een festiviteit doet in Stadworstfeesten, zijn dat de worstenfeesten. Maar het is, uh, de laatste jaren is het een, een flink stuk geminderd. Maar het is een tijdje geweest dat uh, de grote artiesten zeiden van ja, wat ga ik dit jaar doen? Die en die grote uh, stadsfestivals in heel Vlaanderen. Oei, worsten Wat is dat in godsnaam? Ja, maar een Pensekermis kermis, ja, dat we niet. Dat gaan we niet doen. Op het moment dat die dan hier komen en die zien het geweldige publiek, want dat is wel iets waar we van iedereen horen, dat het Flimmerse publiek toch wel, allez, een stukje enthousiaster ja. is dan, dan andere publieken. Van het moment dat ze een keer op het podium gestaan hebben, is dat weg. Als je de volgende keer vraagt worstenfeesten, is het ja, graag. Maar dat is, uh, en ik zeg het ook bij mensen, die, mijn collega's bijvoorbeeld weer, waar ik dat tegen moet uitleggen, worstenfeesten, ha ha ha, worstenfeesten. Dat is altijd de eerste bedenking die iedereen heeft. Ja. Ja, het is, het, is, het is een beetje komisch. Hè? Oh, ja. Ja, en, en niemand zegt, ah, beetje, Rock eh. Werchter. ah, Rock ja. Werchter, dat zegt niemand. Omdat dat gewoon een rockfestival destijds was en nog is in Werchter. Ja. En wat doen daar dan de hele dagen? Ja, en, en, en eten en, daar ook echte okay. worsten? Ja, ja. En die vraag ja, ik en ook Als al ik al dan had. zeg ja, dan krijgen ze het helemaal. Ja, ja dat is wel ja, ja, waar. Je meent dat of? Ja, ja. ja wij ja. pakken ja. daar heel het weekend 10, 15, 20.000 worsten. Ja. En is... welke worsten dan? Ja, witte worsten en Beulingen. Ja. En eten dat dan gewoon? Nee, met tussen een broodje. Ja, is... Goede appelmoes of ja, majanijn erbij. Veel saus. Ja, veel... ja. <laughs> heel veel saus. En hoe later op de avond wat meer ketchup of wat meer was ja. dan, dan zijn er meer mogelijkheden. Mensen, mensen begrijpen dat niet. Nee, dat is waar. Nee, je moet dat gezien hebben, denk ik. Dan. <laughs> nee. God, maar dan, ja, dan laat de foto's zien en dan denkt mmm, Nee, niet die foto. Ja, nee, ook niet die foto. Nee, Wacht, nee, ik heb er nog niet. een betere. Ja, dat ja, De foto's zijn allemaal even wazig. Dus ja. <laughs> Dus dat is een beetje natuurlijk, dekt, dekt de naam, de lading. Ja, wat is de lading? Ja, bij veel mensen zijn het worstenfeesten, daar wordt alleen maar worsten gegeten. En die denken effectief, daar staat een worstenkraampje en dan gaan wat mensen van Torp een worst eten. Eens dat ze dan hier aankomen, dan zien ze wel dat het, uh, mm -hmm. dat het een stuk groter is. Hè. Ja, ja, want wat ik ook uh, vaak tegen mensen die niet van Vlimmeren zijn vertel, is dat we toch uh, wereldrecordpogingen hebben gedaan. Waaronder de langste worstenketting uh, van, hoeveel was die? 3,6 Kilometer. Nou, dat is hier een strikvraag. <laughs> ja, die we aan u stellen. <laughs> Iemand van het comité zou dat toch moeten <laughs> ja, Want er hangt hier een mooi uh, certificaat in vlimmeren. Alsjeblieft. Met uh, ja. De, ja, de echte Guinness World Records uh, langs de worstenketting. Dat is, dat is dus een van die dingen. Dus, uh, dat was van 2013, als ik me niet vergis. Ja, ondertussen uh, elf jaar geleden. Oh. Oh my uh, my dat was dus de, de vierde dag ook. Wat gaan we op de vierde dag doen? Ja, als we iets doen, dan moet het plezant zijn. En moeten vooral de mensen van Vlimmer het leuk vinden. Hè, de vierde dag een beetje vlimmers houden. En dan hebben we effectief gezegd: um, dan, begint, dan begint hier en daar een hersencel te werken. En dan kwamen we tot het idee: van ja, we gaan een wereldrecord poging doen. Hè. Een wereldrecord poging, ja, wat moet dat te maken hebben? Worstenfeesten, ja, dat is een beetje met de fellow ronddraaien. Dat is een beetje worst eten. Um, dus, welke worstenrecords zijn er? En dan beginnen we te zoeken op Guinness en dan vinden we een record van, ik weet niet meer wat het was destijds, ik zeg maar iets, 2 kilometer. Dan denk je 2000 meter worst, 2000 meter aan ah, nee, één in een worstenketting. Dus niet gewoon 2000 meter losse worstjes maken, maar één doorlopende ketting. Dat kunnen we! Mannen, dat kunnen we! <laughs> en dan wordt er beslist: dat gaan we doen. En dan begint er natuurlijk iemand is een beetje serieus over na te denken. Ja, maar oh, dat kunnen we. Maar hoe gaan we dat doen? Mm. Hoeveel kilo gehakt heb je nodig? Het voedselagentschap. Want ja. je wilt niet dat je 3000 meter worst verdeelt onder heel Vlemmere en alle toeschouwers echt proef is. En dan zijn alle ziekenhuizen van de provincie Antwerpen vol liggen met mensen die verkeerde worst gegeten hebben. Dus dat is dan wel een uitdaging. Maar dan zie je ook weer, eh, bijvoorbeeld de mensen van de Spar in Vlimmeren zeggen van oh ja, leuk, we doen mee en dan begint iedereen en dat begint te leven. Je hebt dan heel veel vrijwilligers nodig die s'morgens op een ontiegelijk vroeg uur worsten beginnen draaien. Dat is allemaal diezelfde dag. Nog. Want dat moet in één stuk door, dat moet live gedraaid worden. Ah, ja. Dus wij hebben effectief toen die worst ook gedraaid op het feestplein zelf. En dan werd dan in één van de lokalen werd de worst gedraaid. Je kwam dan via een raam naar buiten, mm. via een heel parcours werd je dan. dat was, was dus, uh, ja. Wa waanzin. Ja, want ik kan me nog herinneren dat een van de voorwaarden was dat alles moest opgegeten worden. Want je kunt ja. wel gewoon een ketting maken en dan bij wijze van spreken weggooien, maar dat was not dom. En ik kan me toen herinneren dat wij ook wel een paar meter ja. gekocht hadden en dat we hier toch ook een week of, of twee worstel in hebben liggen eten. Ja, we hebben toen mensen uh, just, ja. aan een heel goedkoop prijs. Minder dan inkoopprijs, denk ik zelfs. Die worsten verkocht. En effectief, wat gezegd zegt, Roland, is niet de bedoeling om, om 3000 meter worsten te gaan maken. Het, zeg maar, en te zeggen, man, je het hier in de grote container. Nee. Dat, zou een beetje, dat zou ook helemaal tegen onze principes zijn. Dus we hebben die effectief een groot deel gekocht, uh, verkocht. En dan de, nog een aantal honderden meters geschonken aan, aan rusthuizen en, en, en dingen in de buurt. Die, die effectief staan al uh, hebben kunnen gebruiken. Hè? Dus op dat moment eet had, had iedereen gedurende ja, ja, ja. een paar dagen. Ja. Dat, dat vond ik ook wel uh, mooi. Daarnaast is er ook nog de langste fietsenketting Langs De langste Ja, en we hebben effectief dat record gehaald. Het is alleen uh, niet officieel gehomologeerd door Guinness, omdat daar wat vraagtekens bij waren rond een aantal dingen. Maar we hadden wel het de meeste deelnemers, we hadden wel de langste ketting. Maar er mochten geen onderbrekingen of zoiets zijn. Ja, inzetten, er mochten geen of? onderbrekingen zijn. En er is dan wat discussie geweest. Niemand. We hebben eigenlijk gezegd van, ja, jongens, het is achter de rug. Uh, maar wij vonden het fantastisch. We gaan er nu geen een hoop tijd en moeite laten staan. Gerechtskosten of weet ik veel wat. Oh, no. Voor een officieel record. Uh, voor ons, in ons hart, hebben wij dat record. Maar eigenlijk was dat ook weer een waanzin. Ja, er zijn ook filmpjes van. Uh, want je had dan duizend deelnemers deel nodig, deel. of 1100 deelnemers nodig, die in één aaneensluitende fietsenketting, dus fiets per fiets per fiets, en er mocht dan maar een meter of zo tussen zijn. Uh, dus wij hadden het geweldige idee, ter gelegenheid van 250 jaar stadworst, want dat was in 2018, net 250 jaar stadworst. Oh. Sinds de afscheiding in 1768 van Wechelderlanden. Dus om dat nog eens duidelijk in het, uh, in het vizier te krijgen en in de bloemetjes te zetten, dus we hadden wij we besloten: we rijden gewoon naar Wechel. We hadden we voorhand tegen die mannen van Wechel niet gezegd. Dus hm. wij zijn gewoon s'morgens daar een streep gaan trekken op de weg, met, met, hé, gewoon verf op de, op de baan. Al die mensen daar op de baan van Wechelden vlimmeren buiten. Wat komt die gaan doen? Maar komt niks? niks? Je gaat er wel zien straks. S'nachts rijdt er dus 1800 man of 1900 man met de fiets van Vlimmeren. Helemaal tot in Wegel en terug. Dus die mensen die hebben niet geweten wat ze gezien hebben. Wat gebeurt er hier in godsnaam? Hmm. En het was zover. Wij stonden hier zelf in het uh, dorp uh, om te presenteren en te bekijken. Dat de laatste was nog niet weg en de eerste was al terug binnen. Oh my. Oh my. En dan weg er zijn handen en terug. Ik denk dat het iets van een 6 kilometer was. En dat was ook weer iets waar zowel jong als oud aan mee kon doen. Daar waren ook weer 80 plussen. Die zeggen: fantastisch dat ik hier een wereldrecordpoging kan doen. Ja. Ja. En een wereldrecord op mijn naam kan krijgen. Dus. Uh, dat was ook weer een dikke meevallen. Ja, en wat ik nog kan herinneren, de grote diamantenjacht. Ja. Dat wat vond ik ook wel echt. Ah, wel, maar uh, zo zijn er een, elk jaar wel zo van die dingetjes. Hè? Dat je ja, niet maar dat, probeert, dat, dat, uh... was, dat was samen met uh, uh, een radio, dat je hier een radio had staan in Vlimmeren. Ja. En de, de opbouw was naar: we geven een tip elke dag om dan hier in Vlimmeren een diamant te gaan zoeken. Maar dat verhaal achter die dat hij een diamant gevonden heeft, dat is toch ook nog een heel discussiepunt. Ik zal het even. Voor de geschiedenis uitklaar. Oh ja, voilà. <laughs> dus we zitten dit jaar aan de 68e Klein Een diamant is ter gelegenheid van de diamantenkoers, namelijk de 60e. Ik heb de 50e, de ja. gouden editie, vanaf 60 is het diamant. Dus de 60e koers, vergadering van het koerscomité. Maar wat gaan we doen? Ja, dan moeten we toch iets speciaals gaan doen. 60e koers, dan moeten we toch een beetje in de belangstelling krijgen, toch een beetje, beetje fus rondmaken. Uh, ja, wat gaan we doen? Met diamantenkoers. En ja, we gaan daar wat rond doen. En, en daar kwam het idee van, we gaan gewoon een diamant verstoppen. We gaan een diamant verstoppen. We gaan daar uh, de dagen voordien wat reclame rondmaken, of wat tips geven en al die dingen. Mensen vinden een diamant, iedereen gelukkig. Uh, hoe gaan we dat doen, dat reclame maken? We zetten gewoon een radiostudio hier knal op het pleintje in Vlimmeren. Je hebt daar natuurlijk al aanvragen die je moet doen bij Saban bij radiofrequenties, want dat was toen nog via FM en al die dingen. Dus uiteindelijk hadden we die radiofrequentie, dan hebben we, denk ik, vijf avonden um, live radio gemaakt. Mensen konden langskomen op het pleintje, konden daar ook nog wat doen en al die dingen. En ondertussen gaven we een aantal tips waar de diamant verstopt zou kunnen zijn. Dus wat gebeurt er de week voordat de diamant verstopt is? Ik en een van mijn collega's van de Worstenfeest, ik ga ze de naam nu niet noemen. Ja, we gaan een diamant verstoppen. Waar gaan Amai. we dat doen? Ja, waar gaan we dat doen? Ze mogen ons niet, niet ergens in zien kruipen of dit of dat. Dus we gaan naar een straatje achter ons, waar ik woon, daar van achter in de velden. Daar staan een aantal elektriciteitspalen voor licht en elektriciteit. Daar zijn een aantal van die ronde gaatjes in, in die betonnen palen. We steken dat diamant, of we hadden een briefje gemaakt, goed voor één diamant, dus een diamant zelf niet, maar wel een briefje dat we daar ingestoken hadden, in zo'n plastic pijpje. We steken dat pijpje perfect in die paal en daar zit daar geweldig in. Top, Wij naar huis, vijf dagen onze mond gehouden en dan begonnen de dingen. Dus de tips, je ziet er, bij dag één, mensen beginnen te zoeken, maar hebben geen idee. Bij, tip, bij dag twee en drie wordt dat al een beetje specialer en gaan de mensen al in een bepaalde richting, omwille van de tips, ja, dan weet al, dat stuk van niet is uitgesloten, diamant, die een diamant moet zich ergens bevinden, in een van die straten hier. Dag drie denk ik dat het was dat ik s'avonds thuis kwam ter voorbereiding van de worstenfeesten, de laatste dagen, of van, vanuit de radiostudio. Dat Inge thuis zei van: jongen, ze ploegen hier onze hof om, Want ze denken <laughs> dat dat hier bij ons is. Ja. Heel de avond volk rond thuis en al die dingen. Ja, ik denk: oh, Man, waar zijn we weer mee begonnen? Ja, nee, nee, nee. Dag vier had iedereen door dat dat in de straat, Das, de beemde was. Dat dat daar in de straat was. Dus ik denk na de radiostudio om tien uur half elf avonds. Ik ga nog eens even kijken, want er loopt blijkbaar wat volk rond. Ondertussen half elf avonds, zelfs in augustus is het dan pikdonker. Mensen effectief met mijnwerkers, lampen en pillichten en gsm's en al die, overal en al die palen aan het klimmen, beken aan het uit, uitzoeken en dit en dat op zoek naar een diamant. Ah luk, hij ligt hier, hij ligt hier. Ik zeg ik weet van niks. Ik heb <laughs> ik Heb je die niet verstopt? Ik weet het dan die mannen. Ja, dus wij denken van ja, je moet ze toch vroeg of laat gevonden hebben. Dat kan toch niet anders? Ze hebben hier heel, heel die straat, daar staan één huis en voor de rest een paar hele trekpalen, dus geen probleem. Afspraak was. S'avonds, de laatste radioavond, donderdagavond, om tien uur sloten wij de radioavond af. En dan zou degene die het diamant gevonden mocht hebben, of dat papiertje, dat bewijs, binnen moeten brengen. En je kreeg daar effectief, hij of zij, live een diamant voor in de plaats. Dus wat gebeurt er? Tien voor tien begint er zo wat volk rond de deur van de studio te staan. Wij denken, dat is in orde. Hier zijn er wel op zijn minst één of twee die het diamant gevonden <laughs> hebben. Maar die mensen gingen dan ook weer door. Dus het was ondertussen het derde laatste nummerke. Het tweede laatste nummerke. Begint er een heel uh, systematisch rond de deur te draaien. Wij denken dat is hem. Hè. Dat is de man die de dingen gevonden heeft: hè. De Wim Verhoeven. Ah, de Wim Verhoeven gaat er. Je komt ook binnen tijdens het laatste uur. Je doet de deur open uh, tijdens het laatste nummer. Je doet de deur open en je zegt: Ja, hier ben ik. hè, Wim. twee minuten voor tien. Chance dat je nog juist op tijd binnenkomt. Allee, <laughs> laat dat maar zien Hetgeen wat je gevonden hebt. Je zegt. Heb ik helemaal niks gevonden? Mm Hoe -hmm. jij hebt niks gevonden? Ik heb niks gevonden? Ja, maar voor wat kom je dan hier? Ja, ik kom eens iets vragen. Ik heb daar al een paal aan het zoeken geweest en ik had daar met mijn vinger in dat gaatje getikt en ik heb iets overvallen. Zou dat toevallig? <laughs> dat dingen kunnen zijn. Ja, dat weet ik niet meer. Waarschijnlijk ja. wel. Die hebben waarschijnlijk daar tegen getikt en dat is waarschijnlijk in die paal gevallen. Dus niemand diamant. 10 uur gedaan met de radio uitzending. Mensen van de krant stonden er al, fotografen en al die dingen om foto's te trekken van de winnaar van de grote diamant, zoektocht in Vlimmer. Geen winnaar. Ja, een klein stressig momentje. Dus we hebben dan gewoon besloten uh, dat mensen denk ik een sms mochten sturen, of wat dan ook. Ze moesten dan, de mensen die op het plein stonden, die konden dan in één keer deelnemen. Een paar honderd mensen stonden daar. ...ja jongens, stuur nu allemaal een sms naar dit nummer of wat dan ook... ...en dan gaan we de zestigste sms eruit kiezen... ...en die wint een diamant. Dus eigenlijk, de zestigste was dan Maartje Michielsen... ...Maartje heeft een diamant gewonnen... ...zonder er eigenlijk ooit iets voor moeten doen... ...terwijl andere mensen een week lang even zitten oh zoeken. Om nog maar eens te, te onderstrepen, ook van gedenktikkels van... ...dit kan niet fout lopen hè... ...we steken dat hier in dat buisje... ...iemand gaat dat vinden, je brengt dat mee... ...we geven tips... Dus, noods de tips zo concreet dat je echt zegt: die paal daar, ja, dan gaat het vroeg of laat dat iemand hebben. Maar ja, uh, ik heb ondertussen geleerd: alles mag je tot in de perfectie voorbereiden. <laughs> wees maar zeker, het kan fout gaan. Ja, ja. zo blijkt maar. Hè. Ik, oh, vond, uh, ik vond dat echt dat, dat dat leefde echt hier in Vlimmeren uh, op een gegeven moment. Ben je toen echt, gaan zoeken? Ja. Ik ben gaan zoeken, zeg maar zeker. Bij u. Mijn werkerslamp en uw ja, schub. Uh... Het was minder professioneel, maar. Uh... <laughs> dat is de reden waarom dat je hem niet gevonden hebt, Rohan? Nee, dat ja, ik, ik, uh, ik, uh, ik ben toen ook wel een paar keer die straat op en af gegaan. Maar nie, eigenlijk nooit in die uh, palen gaan kijken. Maar het rare is, op de, en dat is helemaal te gek. Op het einde van de week, dat zijn zo'n grote betonnen elektriciteitspaal ja. Op het einde van de week stond hij dus nog erger dan de toren van Pisa. Hè? Die hing dus helemaal uit de naak. Omdat mensen met een schub onderaan die paal. Wat ze gingen doen, dat weet ik niet. Maar om de uur was het deels uitgegraven of ging helemaal los. Ondertussen zijn die palen allemaal verwijderd, want dat was... Hey. Die en zijn hebben ze dat briefje dan nog he? gevonden? Ja, die heeft dan een ja. briefje ingestoken, maar die zullen gedacht hebben dat die een diamant daarin zat. Ja, dus dat was, uh, dat was, dat was helemaal gek. En dat is soms het moeilijke. Je denkt soms bij dingen die georganiseerd van gaat zijn, dit gaat een succes zijn, mannen. Dit gaat een succes zijn. En dan achteraf denkt je... Oh, 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 oh. Dit was dan toch niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. En net andersom. Je begint met een danske, she is after my piano. En je denkt: dat er nog iets. Dat doet misschien wel twee man na. Uh, uh, uh. Dat is ondertussen tien jaar geleden, dat was in 2014. Op een, op een onbewaakt moment aan de aan toog. Met twee, drie man van de borstenfeesten. Zeg, willen we eens een danske doen en zeggen dat ze elkaar moeten uitdagen. Dat gaat misschien hier of daar wel iemand doen. Drie weken later, Facebook overstelt me. Families waar je van denkt, moe, moe, iedereen, she is after ja. my piano. We hebben dat laten zien aan uh, Patje Crimson en Loredana, die wisten niet wat ze zagen. <laughs> die hadden so. geen idee van wat, wat een dorp is dat hier, waar zijn die mensen mee bezig. Het dus... zijn echt allemaal zo van die zaken ja. dat het zo al van tevoren, zo al warm maakt voor de worstenfeesten. En daarom, wat is dit jaar het, uh, ja. het plan? De, 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 ja, de tip, de tip. In welke uh, richting moeten we gaan zoeken? Uh, nee, ik geef geen tip. Oh, Niks. Nee, ik, ik kan alleen maar meegeven: er is dit jaar weer een vierde dag, dus de openingsdag uh, donderdag 15 augustus. Zoals dat straks al aangehaald. Uh, we hadden de boodschap weer van: je moet uh, grotendeels voor de Vlimmerse mensen zijn. Waarmee we ook geen buitendorpse willen uitsluiten, want die zijn zeer welkom op die uh, 15-dag. gaan zich ook ongelooflijk amuseren. Maar het gaat wel een, een avond zijn die weer gericht gaat zijn op de Vlimmerse mens. Hmm. Dat is tof voor nadenken. Ja, oké. Okay. En wat moeten we ervoor <laughs> wachten? <laughs> ja, dat ga je niet vertellen. Nee, ik ga dat niet vertellen. Ik ga dat, ik, nee, ik ga dat niet vertellen. Het, het, uh, het zou kunnen zijn dat, uh, dat het geweldig plezant wordt ja. voor, voor de Vlimmerse mensen. Maar je zit er al volop aan bezig. Aan om te denken, wat je die 15 die augustus. Het idee is er al uh, en nee, je zet er al aan, aan bouwen. Wat je die 15 augustus binnen zes maanden. Ja, ja, maar dat, dat is het. Hè. Je kunt uh, je, dingen die je last minute nog gaat doen. Dat is. Uh, allee, er is aan alles en alles wat je een beetje serieus wilt doen, is toch wel wat voorbereiding. En ja, je moet dikwijls mensen contacteren, bedrijven contacteren, partners contacteren. Ja, daar gaat al snel een week, twee weken overheen en die heeft verlof en die is er niet en dan. Uh, dus zeggen van begin augustus, ik heb een geweldig idee. Weet je wat we nu die donderdagavond gaan doen? Nee, dan krijg je hem waarschijnlijk niet meer ingevuld. Hè? Nee, dus dat is nog uh, zes maanden afwachten tot uh, wat de mediastunt gaat zijn. Ja, ik inderdaad. kijk er alvast naar uit. Ja, jij en ik. <laughs> en nog tal van andere mensen. Daar we, gaan uh, we gaan uiteraard, uh, wat we gaan doen, uh, op donderdag gaan we tijdig uh, lanceren. Dat iedereen dat weet. Uh, wanneer tijdig is, dat gaat je horen. We gaan niet zeggen wanneer we dat gaan lanceren. Um, programma's voor uh, vrijdag, zaterdag en zondag zullen ook gelanceerd worden wanneer dat kan. Um, en dat gaat al wel snel gebeuren. Vroeger, vroeger was het voldoende om gewoon uh, ik zeg maar iets in mei te zeggen: van jongens, we hebben een, een geweldig programma en dat ziet er zo uit. Tegenwoordig zien we uh, dat iedereen alle festivals al heel vroeg beginnen aankondigen. Sommigen beginnen al in september aan te kondigen. Wie dat er in juli het jaar nadien komt, starten al ticketverkoop en al die dingen. Dat doen wij nog niet. De ticketverkoop start bij ons iets later. Maar we gaan wel al uh, de volgende weken het uh, vrijdag, zaterdag en zondagprogramma aankondigen. Ah, wanneer, wanneer gaat dat ongeveer gebeuren? de komende weken? Is er al een datum bekend? Uh, op uh, het, het eerste gaat uh, begin maart. Dat is het uh, uh, de eerste het vrijdagprogramma dat we gaan aankondigen. En dan. Uh, we gaan waarschijnlijk een zondagprogramma, het donderdagprogramma ja. en dan een zaterdagprogramma. Allright. Dat is uh, zeker iets voor alle Vimmeriana om naar uh, ja, uit te, te kijken. kijken ja, we ja. Hebben, ik, uh, ik moet u eerlijk zeggen, um, ik vind dit jaar dat we, dat we een heel tof programma hebben. I heel plezant. De donderdag, de donderdag gaat. maakt nee, nee, het raar, is het niet maken. makkelijk. is nee, nee, nee. nee, nee, voor ons ook. Ja, de, de, uh, vrijdag en zondag zitten we weer een beetje in hetzelfde stramien. Hè. Dus vrijdag een beetje voor de, de wat oudere. Oh, ja. Alle respect, van, want er loopt ook een massa jeugd rond. Maar het is, het is meer uh, Vlaams en, en wat ouder mensen. En dat klinkt nu heel, heel negatief. Maar dan bedoel ik meer dertigers, veertigers, vijftigers. Um, die een avond uit willen op vrijdag, zoals dat klassiek is. Op zondag, gaat het ook weer, op zondag wordt de kaart van de jeugd wel heel erg getrokken. Oeh. Word ik en ook niet, niet volledig, want er gaan ook heel veel dertigers en veertigers uh, zich terugvinden in ons programma en heel plezant vinden wat we gaan plannen. Oké, okay, dus voor ieders wat wils. En dan heb je effectief nog voor de kleine op die kinderkoers op zaterdag en voor de oudere mensen ja. gastonniken op zaterdag. En het gratis, gratis worstemaal voor de Vlimmerse mensen. Ah, zeker we niet te vergeten. vergeten. Ja. Ja. Altijd, ja. Uh... Altijd mooi meegenomen. Ja, inderdaad, inderdaad. Nee, Luc, ik kijk er alvast naar uit. Ik denk, ja, mij heb je weer uh... helemaal op een roze wolk gezet, uh, uitkijkend naar dat voorlaatste weekend van augustus. Ja. En als ik even logisch nadenk, dan zal deze podcast ongeveer online komen, wanneer dat... Uh, de namen misschien namen bekend, uh, bekend zijn. Bekend zijn. Of toch deels. Uh, uh, uh. Dus aan alle kijkers, alle luisteraars, moest je geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen, ga zeker eens een keer kijken naar... Uh, de website van de Worstenfeesten. www.worstenfeesten.be. Ja, zo, zo simpel is het. Terug te vinden op YouTube. Ja, de, Daar kunt u de podcastseries van, van de vorige editie terugzien. Ja. En um, Facebook, Instagram TikTok. Overal feesten, over. daar zijn jullie ook uh, terug te vinden, denk ik. Ik wil jullie, jullie zeker nog bedanken voor hetgeen wat jullie vorig jaar voor ons gedaan hebben. Want ik denk, we hebben toen zes afleveringen opgenomen over de Klein Ik denk dat die jaar na jaar in waarde gaan stijgen. Hmm. Omdat dat jaar na jaar een meer historisch gegeven gaat worden. En ik ben er zeker van, als mensen binnen twintig jaar nog zouden kunnen terugkijken op YouTube of welk kanaal dan ook naar die filmpjes, dat dat echt... Dat is geschiedenis. Dat, is dat wordt... Dat is nu recente geschiedenis van dingen die het afgelopen jaar gebeurd zijn. Maar dat wordt... Dat wordt uh algemene geschiedenis. Zolang YouTube blijft staan, kunnen we altijd. We hebben ze back-up, hè? Ja, ik heb ze we ook. We hebben alles backup, uh, <laughs> alles back-up. Dus uh, ja, 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 Ik kijk, uh, ik kijk er alvast naar uit naar deze zomer, Luc. Ja, merci om langs te komen. Ja. En uh, aan al onze kijkers en luisteraars. Als je nog nooit van de worstenfeesten gehoord hebt, ga zeker eens kijken. En als je geïnteresseerd bent, kom gewoon langs, want je gaat echt de Ogen, ja. ogen grote ogen trekken. En worsteten. En worsteten. Voilà. 15, 16, 17. En 18, en 18 augustus. 18 augustus, 18 augustus. Dus vier is 4 dagen, dus we moeten er toch wel op zijn minst ene kunnen vrijmaken, denk ik dan. Ja, voilà. Dus bedankt voor het kijken en dan zien we jullie bij de volgende aflevering. Leukjes. Bye bye.